Nou, ik ga lekker van start. Goedenavond allemaal. Het is even een andere live dan dat ik gewend ben, want ik kreeg gisteren de vraag of ik vanavond in kon vallen. En ja, ik had niet zo heel veel tijd om dingen voor te bereiden. Dus, maar goed, we gaan er gewoon een gezellige avond van maken, dus dat komt helemaal goed. Ik heb gelukkig van deze mal had ik al best wel wat voorbeeldjes. Dus ik ga vandaag met de spelbinders 3D embossing folder, de Scenic Poinsettias, werken. En ik vind het een geweldige mal. En vooral ook de grote, want door de grote heb ik elke twee kaarten. Dat vind ik toch wel heel erg fijn. Scheelt me weer een heel hoop werk. Nou, deze heb ik vandaag nog snel gemaakt. Om toch verschillende kaarten te laten zien. Deze heb ik ingekleurd met de Distress Inkt. Heb ik alleen maar één focal point gekozen. En dan heb ik de bolletjes ook ingekleurd met de Distress Inkt. En daarna met de Glossy Accent een druppeltje erop gedaan. En dan wordt het lekker glanzend. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik zal hem even een beetje zo houden. Hij heeft een beetje vertraging. Dus ja, jullie zien er wel een beetje duidelijk. Zie je denk beter. Dus dit is een van de voorbeelden die ik gemaakt heb. Want je kunt gewoon veel meer dan alleen maar recht toe recht aan. Dus dit is één. Dan, dit was een van de voorbeelden die ik vorige keer gemaakt heb. En er zitten gewoon dubbele vijf. Het zijn gewoon twee dezelfde. Maar dit is met wax gedaan. Nou, kun je zien. Door verschillende kleuren wax te gebruiken, krijg je meteen heel andere kaarten. Nou, ik heb hier van die strassteentjes bijgeplakt. En op de bolletjes hier heb ik stikkels, stardust. Maar dat, ja, dat kan net een kleur zijn die je wil. Heb ik geplakt. Dus ja, weer twee verschillende. Nou, dan heb ik hier drie die ik met dezelfde kleuren gedaan heb. Ik weet alleen niet meer welke kleuren. Dan moet ik echt zelf op mijn eigen YouTube kanaal gaan kijken hoe of wat. Maar dit zijn eigenlijk twee dezelfde. Dus die heb ik gewoon met drie kleuren oxide gedaan. Nou, dan heb ik ook weer van die pareltjes ertussen geplakt. Een druppeltje Glossy Accent. En een leuk tekstje erop. En klaar. Nou, de volgende heb ik een combinatie gemaakt. Heb ik ook drie kleuren oxides. En een beetje wax. Jullie kunnen dat goed zien zo. Ja, jullie zien de glins erin. Daar is het wax gebeuren. En dan ook weer strassteentjes erop geplakt. Een leuke kerststempel. En ja, weer een kaart. Dus jullie zien, ik heb er al 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dan gaan we er vanavond een paar meer maken. Als je deze mal gebruikt, dan spray je. Dit is 300 gram watercolorpapier van Florence. Je sprayt het papier een beetje nat voordat je hem in de mal doet. En dan draai je hem door de machine. Waarom? Omdat het bij dikke papier is en omdat het 3D is. Dus hij duwt hem wel heel erg omhoog. Dan is het papier wat flexibeler, zeg maar. Dankjewel, Marjolein. Dus, nou, jullie zien, deze mal komt er dan uit. Dus zo groot kun je eventueel je kaart maken. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb dus, snij ze dan in tweeën. Dus dan heb ik alvast twee kaarten. Nou, ik heb wel al wat voorwerk gedaan vandaag. Alvast een beetje. Dit was dus één zo'n mal. Hoe zat die aan elkaar? Zo, kijk, kun je zien. En zo zat, het licht is een beetje, ik vind het een beetje fel. Ik zal hem eens even, zal ik hem eens een beetje omhoog zetten. Misschien dat dan jullie wat beter worden. Ik ga even testen, dames, want ik vind hem te fel. En dan wordt hij misschien net te donker, denk ik. Even kijken, zo. Gewoon even een beetje het uitproberen nu. Ja, zie je, nou, we laten hem zo. Dus die heb ik door de midden gesneden. En waar heb ik dit mee gedaan? Want dit vind ik dus ook heel erg mooi. Dit zijn geen traditionele kleuren. Maar wel hele mooie kleuren. Nou, dit heb ik gedaan. En ik kan er echt niet in een live voordoen. Want mijn camera hangt gewoon vast aan een statief hier. Die kan ik niet hoger of lager zetten. En als ik ga sprayen met spray inkt, dan heb ik gewoon mijn spraybox nodig en dat gaat gewoon niet in de live.
Dus ik heb deze met oxidespray gedaan. Met de Twisted Citron, Mermaid Lagoon en de Seedless Preservers. Oh, die namen. Nee, Cuttlebuck moet ik even kijken. Volgens mij is die... Ik heb de Cuttlebuck hier. Ik ga even kijken, want ik heb hem eigenlijk nooit door de Cuttlebuck gehaald. Maar hij is in ieder geval te lang. Dat is iets verzekering. Ik weet niet of dit te breed is. Dat durf ik niet te zeggen, maar ik ga het meteen voor je even kijken. Hij past er doorheen. Alleen moet je hem op een gegeven moment wel verschuiven, want hij is iets te lang. Dus dan moet je hem even doorschuiven. Maar hij past precies op de plaat. Dus als hij precies op de plaat past, past hij ook door de machine. Dus even kijken, wat was ik nou aan het vertellen? Ja, kijk. Dus deze heb ik gewoon ingespreid. Gewoon her en der een flats er neergegooid, zeg maar. En spreekt met water eroverheen gedaan. En toen weggelegd en laten drogen. Oh, je hebt er lange plaat bij. Nou, dan moet dat zeker lukken. Ik zal hem even laten zien. Dan kun je hem zien. Maak er wel zoiets van hier. Kijk, zie je, dit is mijn Cuttlebuck-plaat. Is ook al oud hoor. Maar daar past hij precies op. Maar als je lange plaat hebt, dan past dat. Dus, geen probleem zijn. Dan ik even alles in de hand hier. Nou, nu zul je denken van ja, maar dan heb je twee dezelfde kaarten. Nee, dat is niet helemaal zo. Dat ga ik tenminste niet maken. Ik ga niet twee dezelfde kaarten maken. Ik ga twee verschillende kaarten maken. En dat doe ik al door gebruik van andere achtergrond. Dat is één. Hier komt de blauwe achter. En hier komt een paars. En hier heb ik iets verkeerd gesneden, zie ik. Basiskaart klein. Nou, die maken we dadelijk even opnieuw, die basiskaart. Deze basiskaart is wel goed. Te vlug geweest vandaag. Nou, dan ga ik even twee verschillende kaarten maken. Ik ga deze even eens opplakken. Oh, maar eindelijk eens op deze tijd. Ja. Ik wissel, hè. Bij Elizabeth Craft zijn het 8 uur en hier 7 uur. Dan moet ik zeggen, 7 uur vind ik wel zelf een heel fijne tijd. Hoor. Dan heb je nog wat aan je avond. En deze ga ik ook gewoon alvast opplakken. Kijk, kun je zien hè, hoe lekker dat inloopt. Met sprays. Wat ook een leuk idee is om je mal in te sprayen of in te deppen met inkt. En dan door de stansmachine te halen. Kan ook. Is ook een leuk idee. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar het gaat wel. Moet je alleen wel een stukje keukenrol onder je mal leggen. Want het perst gewoon de inkt er zeg maar tussenuit. Kijk, en ik vind deze kleuren, ik vind ze erg machtig mooi. Misschien als ik het zo hou, dat het dan voor jullie wat mooier is om te zien. Want zo lijkt het een beetje vaag. Maar ja, ik vind die oxide geeft zo'n mooie, ja, matte look. Nou, wat heb ik nu? Ik heb hier van die leuke jelly rondpennen. En dat zijn jelly rondpennen met metallic. Dan ga ik even die, als ik ze zie, rondjes van de bloemen met geel metallic. Ik hoop dat jullie het zien. En
En je kunt er welke kleur doen die je hebt, hè, want ik heb hier eigenlijk alle kleuren in zitten. Even kijken, hier nog meer rondjes. Mag ik nog een keer wat meer, dus. Zo. Ik doe vaak hoor, twee keer erover. Dat is één. En welke kleur, want ik wil deze bolletjes ook weer oplichten. Even kijken. Dit is van een hele mooie kleur blauw. Deze jelly erop en ze staan allemaal bij de link van de materialen. De inkt niet, die staan er niet bij, want ja, dan wist ik nog niet precies welke ik zou gaan gebruiken vanavond. Maar ik zoek het een beetje in dezelfde kleuren. En ik dacht, deze had ik vanmiddag al ingesprayed, dus ik denk, dan ga ik die eerst doen. Ik zie het scrollen, maar even kijken. Goedenavond voor de mensen die nog binnenkomen wandelen. Weet je, met zo'n 3D en wassingmal kun je echt veel. Ik probeer zoveel mogelijk uit te leggen vanavond. Wat er in mijn bol zit, wat ik er allemaal mee kan. Kun je natuurlijk zien hoor, het geeft zo'n mooi effect. Alleen die glitterpen al. Ja, dit is een hele fijne glitter. Kun je zien. Ja, jullie kunnen het wel een beetje zien. En niet zo goed als ik het natuurlijk zie, maar. En ik moet zeggen, ze doen het altijd. Dat is ook wel. Ze zijn een beetje duurder. Maar ik heb hier ook van die goedkope liggen. Nou, die kunnen meteen naar de prullenbak. Deze doen het gewoon altijd. Ik heb daar geen spijt van dat ik die gekocht heb. Even kijken, zal ik hier nou nog iets meer accenten aanzetten? Nou, dat kan ik nog wel doen. Even kijken, want dan heb ik dan een mooie. Dit is wel een beetje de kleur ook weer die erin zit hier. Alleen opletten dat ik niet dat raak wat ik al gedaan heb. En het hoeft ook niet overal, maar dan ga ik gewoon in een randje van de bloem. Heel af en toe. En degene die zo'n kaart thuis krijgt, die ziet dat meteen. Ik zou dan ik misschien eerst die bloemen moeten doen, maar. Zo. Waar heb ik een link van? Waar wil je een link van, Keesje? Want deze pennen, die staan bij de materialen hierboven de video gelinkt. Die zitten in een set. Kijk, en ik probeer wel in dezelfde kleuren te werken dan de kleuren die erin zitten. Kan ik hier rustig mijn hand nemen? Oh, die armbanden die rammelen weer. Even kijken. Hier kan ik rustig mijn hand neerleggen. En ik zal doe niet alle blaadjes, maar zo her en der een blad. En ik hoop, weet je, dat kun je altijd heel moeilijk op foto krijgen en in beeld. Maar ik ga het daar toch proberen hoor, aan jullie.
malle saus al heel populair. Is vandaag weer nieuw binnengekomen. Kijk, nou hieronder, hier mag ook nog weer een beetje. Loes is volgens mij ook mee aan het kijken. Nou, dan ga ik proberen of ik het jullie kan laten zien. Dan moet ik altijd even wachten. Even kijken wat het beste werkt. Sakura, ja, Geesje, die zendt. Nou, ja, kijk, hier komt hij weer, de lijntjes. En alleen al geeft dit een finishing touch aan je kaart. Dan kan ik ook nog, die had ik al klaargelegd, van allerlei kleuren. Maar ik moet er wel bij zitten wat ik wil. Ik heb er zoveel. Ik heb ook nog witte. Weet je, ik denk dat ik deze gewoon eens niet doe. Want hier komt dadelijk ook nog. En ik vind het eigenlijk wel zonde om die glinstering weg te plakken. Nou, hier nog een leuke tekstsample op. En dan heb je alweer een kerstkaart. Nou, dat is één. Dan ga ik deze alleen zover maken, want ja, de onderkaart die heb ik dus niet goed gesneden, niet goed opgelet. Ah, ja, hij is heel erg leuk. Ik heb hem meteen, toen ik hem zag, heb ik hem los gekocht. Ik was er net binnen en ik was toevallig net in de winkel toen, dus... En nog zelfs zijn ze lekker groot, hè? Dus als je zegt van nou, ik wil gewoon iemand een hele grote kaart sturen, kan dat natuurlijk ook. Maar ik vind dit formaatje vind ik wel leuk. Even kijken of ik deze wel goed gesneden heb. Dit moet even drogen, dus die leg ik even aan de kant, die ene. Even kijken wat ik dadelijk niet meer ergens bovenop zit. Ik zat op de stoel. En dan ga ik deze, ga ik met de Glossy Accent doen. En ik heb hier zo'nzelfde knopspeld in zitten. Hij zit inmiddels vast. Als die hierin zit, die dus niet roest, dan heb ik een klein stukje van het puntje af. Heb je een grote fles, dan hoef je van het puntje niks af te snijden, maar anders past die niet op zo'n klein flesje. Ik heb op dit moment alleen nog een klein flesje. En nu lijkt het heel dof, zeg maar, als je die druppeltjes erop doet. Maar het gaat daar blinken. Als hij droog is, dan doe even alle bolletjes. Ik zit een beetje ver af, dus ik moet een beetje mikken. Met Glossy Accent doe ik trouwens veel meer. Hè? Ik lijm met Glossy Accent namelijk ook. Even kijken. Als ik hele zware embellishments vastgeplakt wil hebben, dan gebruik ik altijd Glossy Accent. Daar is die eigenlijk niet voor bedoeld, maar het plakt als een tierenlier, dus. Het is eigenlijk bedoeld om, dat was dus de tijd van Ranger, om stempels zeg maar een glanslaagje te geven.
Als je het gestampt hebt, daar een glanslaagje op heen. Maar zoals jullie zien, denken jullie al klaar? Nou, er komt ook een bel, zo'n blaasje. Dat wil ik niet, ik wil gewoon een druppeltje lijm. Ik denk dat jullie wel al kunnen zien dat er iets opgedaan wordt. Het is alleen zo best wel moeilijk om te laten zien het eindresultaat. Kijk, nou. Kan ik hier eventueel ook nog een combinatie maken. Dat is misschien ook wel leuk om en een combinatie van die pennen te doen. Even kijken welke hadden we net. Pak nu om, kijk, een blauwe, helemaal meer blauw. Dit was de donkere. Dit is een lichte blauwe. Deze misschien. Ja. Nu moet ik wel erg opletten. Het losse accent die plakt. Dus een combinatie van en. Het losse accent. En mijn gelpen. Ik moet echt opletten. Als je dit nu voor thuis doet, dan de volgende keer gewoon eerst gelpen en dan de los echt. Is iets slimmer. Kun je die speciale knofvelden ook loskopen? Ja, die zitten in een potje. Ik moet even kijken. Ik heb het hier al staan. Hoor. Maar het bureaublad is op dit moment weer een... Kijk. Er zitten er 20 in. Van Art Glitter zijn die. Even kijken. Ik probeer het mee te scrollen. Maar... Ik zie af en toe dat er maar kan je misschien de camera inzoomen? Nooit inzoomen? Ik ga proberen hoor. Net lukt het niet, maar ik ga proberen. Kijk. Het wordt er nu mooier op als ik hem inzoom, zie ik wel. Ja, van de week zoomde hij helemaal niet in toen ik met bij Elizabeth Kwartzijn was. Oh, kijk, ik heb hier de bolletjes gezien, zie je? Nou, die doen we daar dan nog even. De kleuren komen zo niet zo heel mooi over, zie ik. Maar dat komt gewoon door het licht. Want ik vind ze wel heel erg leuk. Doe je een beetje langs de lijntjes, dan ga je gewoon, maak je gewoon een breder randje, zoals ik nu gedaan heb. En je kunt ook zeggen, van nou weet je, ik doe de helft van die de blad, maak ik glinsterend. Zo heb je eigenlijk zoveel mogelijkheden. En het is eigenlijk gewoon wat je zelf leuk vindt. Maar je hebt wel een hele chique kaart. Heb ik nog alle hoeken gehad? Nee, hier nog even dat. Ik wil wel van elke groep, zeg maar, wil ik wat bladeren doen. Ja. Kan ik die nog doen misschien met groen? Ja, nee, dan wordt het misschien wat te veel. Even kijken, want er zit er niet in groen. Nee, ik ga die even nog die bolletjes die ik gemist had, waar waren ze nu? Ik zei net dat ik bolletjes gemist had. Oh, hier onderin. Ik zal die andere kaart dadelijk, als die droog is, dan zal ik ze allemaal nog laten zien. Nou, hier ga ik wel wat pareltjes bij plakken. En wat ik mijn pincet hier.
En ik, ja, ik denk dat het allemaal wel, als ik pak krijg tenminste. Ik denk dat ik het gewoon zo moet doen. Zo. Liggen er nu pareltjes op. Nee, ik heb nu glossy accent erop gedaan. En nu ga ik er pareltjes op plakken. Als ze willen tenminste. Niet aan mijn vingers blijven plakken. Maar weet je, deze zijn groot genoeg. Die kan ik wel pakken. Hier eentje. Maar je moet altijd opletten dat je niet in die glossy accent of in die glitter gaat. Die glitter is zo droog. Want die glossy accent heeft wel even tijd nodig. Come on. Ze willen niet meedoen. Wel. Even kijken hoeveel paaltjes heb ik. 1, 2, 3, 4. Nou, dan moet er nog eentje bij, hè? Kijk, hier gaat het plak hieronder. Dat geeft niks. Ik heb net verteld dat glossy accent ook heel goed plakt, hè? Zullen we dat doen? Even. Het hoeft echt maar heel klein beetje te zijn. Zo. Even een speldenpuntje. Waarom dus wil niet zo meewerken vandaag? Zo. En ik denk dat jullie al zien. Deze beginnen al te drogen. Dat er dus een mooi laagje op ligt. Ik kan weer even laten zien. Zie je? Je haalt dan de kleur zeg maar, van de oxide. Die wordt weer helderder. Ben een krengen die paard. Ja, vandaag wel. Nou, deze lijkt ook even aan de kant op te drogen. Even kijken. Dan had ik er natuurlijk nog een paar gesneden. Nou. Dan kun je dus de bovenkant gebruiken, maar je kunt ook zeggen van, hé, ik doe het negatief. Als het negatief een vlekje heeft aan de andere kant, nee, ja, deze niet. Ik pak het negatief een keertje, want dat is ook heel erg leuk. En dan ga ik even weer met oxide aan de slag. En ik heb hier mijn combinatie die ik heel vaak gebruik voor achtergronden. Het is helemaal een combinatie die niet past bij de kerst. Wild Honey, Peeled Paint en Tumbled Glass. Maar ik vind het gewoon een mooie combinatie. En waarom zou je dan niet gewoon die combinatie pakken die je zelf leuk vindt? Toch? Even kijken, dan beginnen we bij de Tumbled Glass. Dan gaan we nu het negatief doen. Dan merk je ook. Daar heb ik echt niet aan gedacht, hè. Dat herrie maken van. Dan merk je dat je wat meer moeite moet doen om die gaatjes te vullen natuurlijk. Maar met die brushes gaat dat wel een stuk makkelijker. Dus gebruik niet alleen zeg maar de positieve kant, maar gebruik ook eens de negatieve kant. Gewoon heel leuk om die ook eens een keer te gebruiken. Kan toch ook buiten de kerst gebruiken, ook dat. Maar ik ben nu een beetje in de kerstmoed, dus en ik moet zeggen, volgens mij ben ik al redelijk in de kerstmoed, want volgens mij heb ik best al wat kerstkaarten. Ik krijg nog wat leuke kerstspullen binnen, nieuwe. Dus volgens mij heb ik dadelijk weer meer dan genoeg. Even kijken, dan gaan we nu naar de groene. Gebruik wel altijd voor je oxide niet dezelfde brushes als dat je voor de gewone inkt gebruikt, want dat gaat niet goed als je dat gaat besmetten. Ik moet eerlijk zeggen, in het begin was ik zo eigenwijs om dat wel te doen. Dan kan je vertellen dat het is niet, dat gaat niet goed. Dus ik heb een bakje met
oxides. En ik heb een bakje met de gewone inkt. Kijk, hier een klein stukje. Anders is dadelijk alles. Wild yellow. Wild honey bedoel ik. Die even bijpakken. Even kijken, Tim Holtz zeker. Even kijken wat gebeurt. Dan gaat, als je deze gebruikt op de gewone inkt, zeg maar. Als ik die hierop zou gebruiken, dan komt er een laag hierop te zitten. En dan kan ik deze niet meer goed pakken. Als ik dat te vaak doe, dan komt hier een laag op zitten. En dan kan ik de gewone niet meer gebruiken. Als je ze goed schoonmaakt, wel. Maar ik vind dan, ja, ik zelf vind dan om niet schoon te maken. Laat ik het zo zeggen. Nou, ik vind dit dus echt, ja, dit is echt mijn combinatie. Ik vind dit zo'n geweldige kleurencombinatie. Terug naar blauw. Rammelt dat heel erg, die armbanden, want dan doe ik ze nog snel uit, hoor. Want ik ben eigenlijk nog niet klaar. Hè? Dus en een beetje over elkaar mag ook, hè? Nee, oh, fijn. Ik hoor het zelf heel erg van, hoor. Kijk, en als je dan ziet. Oh, nou heb ik dus een borsteltje besmet, maar dat maakt niet uit. Dat is dat vind ik niet zo. Even kijken, waar heb ik er eentje met de hoofdkant? Kijk, wat het anders kijkt dan, hè? Maar ik vind dit ook heel leuk. Oh, leg ik hem nu op een... Nee, ik leg hem nu op een nat. Nou, in dit geval ga ik dus niet geen... weet je, glossy accent erop doen. Of ik ga gelpen erop doen. Wat je wel eventueel kunt doen is als het droog is. Maar dan moet je echt even wachten tot het droog is. Kan ik hem hieten? Nee, ik heb mijn hiethoel niet erin zitten volgens mij. Nee, mijn lamp zit erin. Als je hem dus gehiethoeld hebt. Als je echt hebt laten drogen. Dan kun je wel die bolletjes aan de binnenkant, zeg maar, wel met een gelpen of een glitterpen bewerken. Dan kun je mooi erin doen. Als je passende pareltjes hebt, zou dat ook nog kunnen. Maar ja, de bolletjes zijn niet gelijk, dus dan zou je kleine pareltjes moeten pakken. Weet je, ik ga het gewoon proberen. Ik heb tegen jullie al gezegd, ik heb van alles in mijn hoofd, maar ik heb nog niet... Oh, dat is wel leuk. Kijk, het is wel makkelijk dat die niet zo eigenwijs zijn. Heb je er wel veel nodig, hoor, moet ik zeggen. Maar goed. Het is wel, nou, hij blijft niet zitten. Zit er geen lijm onder? Nou. Even goed in het gaatje duwen. Er zit niet genoeg lijm op. Deze gaat los. Maar. Wat hadden we hier? Die losse accent, hè? Dus. Druppeltje. Klein druppeltje, klein tikje. Dan heb ik er vast 4 gedaan. Aanduwen. Aanduwen. Kom op. Kom op. Zien jullie hoe leuk dat dan wordt? Ik zal deze even helemaal afmaken.
Om ze allemaal nu te doen is een beetje eentonig voor jullie. Want ik zie nu pas dat je bent. Ah, ik had het toch netjes gisteren al, verteld dat ik kwam vandaag hoor. Nou, kom. Al mijn nagels zijn een beetje afgebroken allemaal. En nu zijn het natuurlijk gaatjes, hè? Nu zijn het geen bolletjes wat er bovenop zit. Zo. Die vliegen in de lucht. Die vlogen in de lucht. Kijk hoe leuk. Ik een beetje dichterbij houden. Dan wacht ik weer even tot jullie het kunnen zien. Leuk toch? En als je dan hier zeg maar ook iets in gaat doen. Maar ik zeg dan moet je echt wachten tot, tot het droog is. Dan heb je ook weer een hele leuke combinatie. Ik had nog een kleurencombinatie die ik wilde laten zien. Hoe laat is? Oh, ik heb nog tijd genoeg. Dus deze maak ik verder niet af. Dat wilde ik eigenlijk gewoon laten zien. En gewoon doen. Dus gewoon de kleuren pakken die je leuk vindt. Als je ze straks allemaal bij elkaar ziet. Deze ook weer even aan de kant. Dan zie je hoe leuk dat er is. Even kijken. Moet ik even een babydoek. Even mijn dingetjes. Oh, wacht. Nee. Nou, is het een veelzijdige mal of niet? Heb ik al veel dingen uitgelegd en laten zien? De volgende. Nou, de volgende kleurencombinatie is gewoon ook een hele aparte. De Fossalt Amber, de Moved Lawn en de Candle Apple. Nou, dan moet ik maar even kijken. Heb ik hier nou ook een... Dit is rood. Ik moet hier nog namen op zetten. Dit was groen, dus die pak ik weer terug. En dan heb ik deze gele. Daar had ik net al wat honey mee gedaan. Dan begin ik met de lichtste kleur. Niet zo, dat ze een beetje verstopt zit, dat is niet zo hard veranderen. Kijk, en dan ga ik wel weer de bovenkant doen, dus niet de onderkant. Maar ik zeg al, wat je heel vaak ziet is dat mensen heel erg traditioneel gaan. En ja, je kunt gewoon echt zoveel verschillende kleuren gebruiken. Kijk, lekker knalgroene. En deze borsteltjes zijn wel fijner dan blending tools, vooral met embossingmallen. Ja, ja, die staan ook bij de gelinkte producten. Marloes heeft een verschillende merken. En ze zijn ook in verschillende groottes krijgbaar. Kijk, deze rode die knalt er wel heel erg uit, hè?
al behoorlijk nat nog niet eens. Ga ik even terug naar de groene en de gele om het wat meer te mengen. De rode was erg nat, dus dan kun je daar nog best wel een beetje van mengen zo met elkaar. Een beetje groen. Wat is het verschil tussen oxide en gewoon inkt? Gewoon, het is allebei waterbaas, dat is hetzelfde. Alleen de oxide geeft een matte look, die geeft een grunge look. Ja, het is eigenlijk gewoon hoe dat die uiteindelijk eruit ziet. Heb ik hier iets bij de hand met gewoon, ja, ik heb iets bij de hand, zal ik zo even pakken. Dan zie je wel dat het rood was erg nat. Dat blijft nog een beetje na kleuren, zeg maar. Dat is nog, ziet er nog nat uit, zou ik zo zeggen. Deze aan de kant leggen. Even mijn vingers doen, voordat ik een andere kaart pak. Even kijken, dit is de oxide als die gedroogd is, zeg maar. Dus dan zie je een hele matte look. En dan had ik hier ook een kaart. Kijk, met de gewone de 6 inkt. Het is een, kun je het zien? Oh, hier komt het nu te dichtbij ben, denk ik. Als je op oxide bijvoorbeeld, ik ga dat gewoon hierop doen. Als ik hier nog even op spray, zeg maar. Dan noemen ze dan gaat hij nog oxideren. Dan gaat hij dus nog wat doen. En dan zie je ook. Ga ik nu hier een keukendoek op leggen. Er zit natuurlijk ook sommige dingen in. Kijk, dan gaat hij heel anders werken dan de distress inkt. Nu had ik ook nog even mogen deppen, denk ik. Dan heb ik het toch gedaan, ik vind het nog te weinig. Dus dan mag hij nog een keer. En dit is dus ook wel leuk. Ik ga die dus wel gebruiken, deze. Achtergrond, want ook dat geeft weer een heel leuk effect. Zie je? Nou, dit moet dus echt drogen, hè? Daar kun je nou even niks mee. Dat moet je dus echt drogen. Hoe laat is het? Even kijken, dan had ik er hier nog eentje. Maar ik heb een grote. Even kijken. Dit is. Ga ik dat nog doen? Ik ga hem even door het midden snijden. En dat was 10,5 volgens mij. 10,5. Ja, de tweede. Straks een nieuw mes in gedaan en mijn mes snijdt mijn diep zat. Dat is toch wel. Nou. Een schaar. Weet je, ik heb een hakmesje. Dit mes is te kort. Ik heb er straks een nieuw mes in gedaan.
Ik ben van alle gemakken voorzien, dus. Dus even kijken. Ik wil hem wel recht hebben. Kijk. Ook een stukje extra vanaf. Dan ben ik meteen dat het mis ging kwijt. Nou, dan zie je dus dat ik hier een klein beetje het papier groter is dan de mouw. Dus dat snij ik ook even af. In dit geval hak ik dat eraf. Kijken. Dan doen we deze ook even. Blauw met paars lijkt me ook prachtig hierop. Blauw met paars. Even kijken. Even kijken, paars. Dusty Concord. En dan hebben we. Zal ik Fede Dienst pakken? Nog een kleur erbij dan. Wil je nog mijn kleuren? Oh, kijk, dan springen ze allemaal een paar uurtjes. Zo goed plakken ze nog. Anja roept hem maar. Welke kleur? Of alleen twee kleuren? Kan ook hoor. Even kijken, paars. Dan gaan we naar deze. En blauw, dat is deze. Eerst mahogany. En groen. Nou, Anja die had de twee kleuren, dus dan gaan we groen. En de. Peel paint of kijk, peel paint hadden we net hier, hè? Zullen we peel paint doen? Doe eens gek, doe oranje. Nee, ik ga nou even Anja, die had blauw, dus nou ga ik groen pakken. Even deze een beetje schoonmaken, want dit is wel een heel felle groen die er nu op zit. Zo. Nou ja, daar komt ie. Ja, jullie willen allemaal een andere kleur. Dat wordt een beetje lastig. Zoveel voorbeelden heb ik niet gestampt vandaag. Zo, de blauwe. Kijk, dat blauw en de groen alleen al is mooi. Als je dat vooral een beetje in elkaar over laat lopen. Ik heb daar ook al een heel stapel de kerstkaarten. Een beetje over dat groene heen. Zal ik hem hier nog een klein stukje verder doen. Zo, nou, dan gaan we naar de paarse. Zo makkelijk als je inkt ervoor je neus hebt staan. En ik wil dus eigenlijk binnenkort nog wel gaan verhuizen. Dat ik een lege bureaublad heb, maar het is eigenlijk wel heel erg makkelijk. Gewoon alles voor je neus.
want ik zit een andere kleur op te doen met mijn vingers. Ja, dat is een mooie combinatie toch? Ja, weet je, eigenlijk kun je zoveel mooie combinaties maken. Gewoon doen en niet zo bang zijn. En wat gebeurt er als je het niet leuk vindt? Eigenlijk heel weinig. Je bent alleen een klein stukje papier kwijt. Als je echt zegt, ik vind het zo lelijk, dan rat je dat papier door de midden en dan gooi je het in de prullenbak en dan begin je opnieuw. Maar als je niet probeert, dan weet je het nooit, hè? Nee, ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk. Nee, dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet per se een kerstkaart te worden. Ik heb hier nou wel wat heel veel inkt om erin staan. En weet jullie wat nu ook wel een heel leuk idee is? Maar dat gaat niet meer redden. Dat gaan we al een stukje doen. Even mijn vingers schoonmaken. Nou, je kunt hier dus ook al die dingen doen die ik net heb laten zien. Hè, met, je kunt hem nog even besprayen en dan daarna nog van alles op doen. Je kunt er die glossy extra gebruiken. Je kunt er de glitter pennen op gebruiken. Maar wat ook heel leuk is, is om een focal point te maken. En dan wel met dezelfde mal. Deze aan de kant. Nu kijk, staat hier een hele op. Ja, hier staat een hele op. Ik ga even snel proberen of ik dat snel kan doen. Dit is wel 300 grams. Dus dat is wat dikker om te knippen. En dit was iets wat ik straks in één keer dacht van, hé, dat is ook wel leuk. Maar ook nog niet geprobeerd had. Ja, vaak wel één keer. Vaak, ja, ik gooi bijna niks meer weg. Vroeger wel. Maar tegenwoordig gooi ik bijna niks meer weg. Dan leg ik het weg en dan ga ik de volgende dag ga ik er weer naar kijken. Kijk, en dan je focal point maken van een andere bloem. Die hier dan weer oppakt. Dus ik hier dus zeg maar nu die witte opplak. Ik zal proberen hem te knippen. Maar het is ook een beetje donker hier. Dat zien jullie niet, maar voor mij is het een beetje donker hier. Ik heb twee lampen erop gericht, maar omdat ik ze niet recht op mijn werkblad heb gericht, is het toch een beetje donker. Dus dan maak je het eigenlijk nog meer 3D. Dan heb je wel een focal point. En dan heb je ook, zeg maar, hoe moet ik dat zeggen? Je kunt het ook in één kleur doen. Dus je zegt van, nou weet je, ik pak een, gewoon een andere kleur. Nou, knip ik deze wel even weg, die bolletjes, want dat gaat me niet, vandaag niet lukken om dat zo precies te knippen. Dus ik pak nu alleen de bloem. Dus je kunt ook bijvoorbeeld één effe achtergrond doen en dan de bloem in een andere kleur. Je kunt ook de bloem helemaal in het glitter doen. Die blaadjes wel, nou, die blaadjes wel. Ik kan het al snel knippen. Toch die H. Mahogany. Jij wil per se die H. Mahogany nog zien, volgens mij, of niet, Marlijn? Maar dat kan, H. Mahogany. Nou, volgens mij heb ik in ieder geval wel zoveel ideeën al verteld. Jullie er best wel weer mee vooruit kunnen. Ik zit niet. Cindy blijft ja, maar iets mogen is ook een mooie kleur. Daar heeft Cindy wel gelijk in, hoor. Want die voor mij, vooral de gewone distress ink, de iets mogen is wel een heel eind op. Die moet ik weer refillen. Want die gebruik ik ook heel vaak.
kijk eens hoe mooi dat die wordt al. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, dan ben ik nog niet klaar met kneppen. Eigenlijk is het gewoon alleen al heel leuk om dat te hebben. Maar ik denk, als ik hem een kleur zou geven, dat ik hem dan een kleur zou geven van de kleuren die ik gebruikt had in de achtergrond. Maar dan één kleur. Dus niet weer mengen, maar dan één kleur. Ik zei gisteren toen Marloes mij vroeg van, volgens mij krijg ik er geen uur meer mee vol. Want ik heb geen tijd om voor te bereiden, maar ik klets toch weer lekker heen, zie ik wel. En ik heb toch alweer... toch nog wel weer het een en ander klaargemaakt. Dus even kijken. Kijk, ik die nu zo. Even kijken, dan past die niet. Het moet natuurlijk wel passend zijn. Ik dacht het zou allemaal pasten. Wat is dit nu? Nee, ook niet. Nou, past die zo wel. Nee, ook niet. Welke bloem is dit? Nou, dit was dus geen goed idee van mij, want het past niet. Ook niet als ik alleen de bloem doe. Even kijken. Dit is raar. Er is gewoon niet één bloem hetzelfde. Ik ga even naar de mal kijken. Oh, ik gooi mijn kaart op de grond. Dat is niet goed. Dus even kijken. Als ik hem hier pak. Oh nee, dat is hetzelfde middelste punt. Die was goed, Marga, maar ze zijn allemaal verschillend, dus. Ik ga gewoon een mal bijpakken. Nee. Het zijn allemaal verschillende. Wat is deze? Nee. Deze? Deze is het. Deze is het. Een andere. Nee, het zijn allemaal verschillende bloemen. Dus deze vlieger gaat niet op. Deze vlieger gaat niet op. Ik had dat zo leuk bedacht. Maar dat gaat hem dus niet worden. Hij past dus op deze. Kijk, hier past hij op. Maar ja, dat is dan niet geen focal point. Het is geen midden. Dus dat is niet de bedoeling. Hè? Dat was niet de bedoeling van mijn leuk idee. Misschien op de andere kaart, ja, dat zou dan misschien dat die daar dan net wel weer op past. Even kijken. Oh, wat goed van jou. Wat goed van jou. Kijk, hier past die precies wel op. Zie je? Hier past die wel op. Deze niet. Dus dan moet je even uitkiezen welke bloem waarop past. Kijk, hij zit hier dus op. Dus dat zou ik dan nog kunnen doen. Ja, dat klopt. Ik heb hem uit de andere. Maar ik dacht dus dat ze gewoon een spiegelbeeld waren allemaal. Kijk, hier zit een hele, hier zit een hele. Dus ik denk dat zijn dezelfde, maar dat zijn niet dezelfde. Het zijn verschillende. Nou, dat heb ik niet goed gezien. Maar hij zou dus wel hierop passen. Kijk, en als je dan bijvoorbeeld dit in het midden, ik blijf aan het kletsen, alleen die puntjes zou doen. Nou, vind ik hem eigenlijk wel heel erg leuk. Beetje 3D erop plakken zo. Het is wel een hele grote mal. Ja, dit is dus, ja, deze twee passen erin zo. Dus je kunt er twee kaarten van maken, zeg maar. Of één hele grote. Nou, dan ga ik eens even verzamelen wat ik allemaal, duurt, als alle zooi aan de kant schuiven. Anders heb ik er een plek voor. Maar dit dan moet je dus even opletten. Even kijken of ik allemaal een beeld kan krijgen. Nou, de kleurencombinaties. Dan hebben we deze die inmiddels droog is met de glitters. Zie je nog? En dan de andere. Die moet een beetje wijd reiken. Met de glossy accent en de glitter. Ja, aan die kant zetten.
En dan had ik deze nog. Dat is de achterkant, dus het negatief zeg maar van de... Is die glossy echt een droog? Ja, die glossy echt een droog. En daar hebben we hier pareltjes in gedaan. En dan komen daar ook nog pareltjes in. Nou, dan had ik nog een hele stapeltje met wat ik al ooit heb laten zien. Dus met wax en met oxide. Blijft de bloem, dat kun je zelf, dat mag je zelf weten. Blijft de bloem dan wit? Ja, dat kan. Maar je kunt hem ook gewoon in één kleur helemaal maken. Dus niet in, stel dat ik hier zeg maar zou plakken. Dan kan ik kiezen of wit laten. En dan alleen dit punt een kleur geven. Of je maakt hem helemaal in één van deze drie kleuren. En dan het blad ook dat groen. Maar dan moet je dan echt wel inkleuren zeg maar. En dan erbovenop, dat kan ook. Maar je kunt hem ook... wacht, ik pak even hier mijn rubberpen op. Daar is mijn gele gebleven. Schuif dit weer even aan de kant, anders kan ik het niet laten zien. Hop. Zo. Dat je deze dus gewoon inkleurt met een glitterpen. Het hart een beetje heel maken. Kijk, dat kan zo, dat je dan één punt hebt. Dan kijkt het alweer heel anders. Nou, zijn dit niet de bijpassende kleuren? Denk ik even kijken, knalrood. Heb ik knalrood? Nee. We gaan even kijken of dat dit... Nou, dit is meer een rood-roze. Kijk, doe het even snel, hè, want dit is een beetje, het uur is om. En ik ben altijd een beetje huiverig als ik buiten het uur ga, want dan heeft Facebook nog wel eens een keer de neiging om te zeggen van nou. Nou, nu heb ik het met een glitterpen gedaan, maar je kunt het dus gewoon, zeg maar, helemaal in gaan kleuren. In dezelfde kleur. En dan erop plakken. Ik weet niet of dat dit een beetje een goed beeld geeft. Snap je wat ik bedoel? Dus gewoon deze bladeren inkleuren. Dat kan ook met de oxide. Hè? Je kunt gewoon oxide op een werkblad doen. En dan een waterpenseel te pakken en inkleuren. Ik heb nu nou even snel die gelpen gepakt. Maar... Het is maar even voor het idee. Hè? Zo. Weet je waarom dat die is, niet zo uitdroog hier aan de binnenkant? Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Er zit een dopje. Wacht even. Ja, er zit een rood puntje in. Even kijken of ik dat zo goed laat zien. En daar gaat precies dat kogeltje dadelijk in. Nee, ik moet hem zo houden, denk ik. Camera, om de camera te laten zien is al lastig. Nee. Maar in ieder geval, er past precies dat dopje in. Dus nou... En nu schijk ik recht uit. Het is alweer 7 minuten over 8. En ga ik morgen even verder afmaken. Dit niet, want dit past hier niet bij de kleur. Maar ik ga er wel iets van maken morgen en dan. Of overmorgen. En dan laat ik ze allemaal, als ze klaar zijn, laat ik ze allemaal nog zien aan jullie. En de embossingfolder is inderdaad van Spellbinders. Dat is de 3D embossing folder Scenic Pancetta. Maar de link staat hier boven de filmpje. Daar staat hij in. Zijn er nog vragen? Het was een leerzame live. Dankjewel Maria. Geen vragen meer? Of knalt u me nou? Nee, knalt u niet. Oké. Nou, genoeg mogelijkheden toch? Maar ik maak ze eerst op mijn gemakje af en dan gooi ik het ook het filmpje op YouTube en zo. Dan zet ik de kater erbij, want dat is het leukste. Maar ik zeg al, dit gaat er dan niet bij, want het, ja, de glitter is nou niet, past niet hierbij. Het is niet zo mooi de kleur. Nou, dan ga ik
afsluiten. En dan denk ik dat ik mijn deur hier achter mijn bips dicht trek en ermee ga. En morgen kijk ik wel weer verder naar de zooi die ik gemaakt heb. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer weer. Doei doei!